Hey allemaal en welkom bij alweer de derde Winterlife van TechMag. Kerst is ondertussen gepasseerd, maar jullie kunnen vandaag ook nog altijd prijzen winnen. En dat zijn, als je in de uitzending komt, kunt je nog altijd deze JBL Live Free oortjes winnen. Als je in onze uitzending wilt komen en mee een spelletje wilt spelen, dan kunt je naar techmag.nieuws/winterlife. Maar op techmag.nieuws kunt je ook deze JBL Partybox winnen en ook deze Microsoft Surface Laptop Go. Dus voilà, dan weten jullie dat al. Ik zit hier natuurlijk vandaag weer met allerlei gasten en het zijn niet de minste. Vandaag zijn dat Flo Windy, Nicolas Kaiers en Jamie Lee Six. En straks gaan we ook nog Breakdance Talent B-Girl Mad Max verwelkomen. Dus voilà, jongens, hoe is het met jullie? Goed, heel gemak. En met jou? Met jullie, ja. Oh. Ja, goed, hè? Ça va? Chill. Chill. Ja, met de kinderen? Chill. Ja. Met de kinderen? Miserie. Maar ja. Gemakkelijk, hè? In deze tijd met de corona en zo, het is niet gemakkelijk. Nee. Hoe was jullie kerstmis? Ja. Hoe was uw kerstmis, Jamie Lee? Gewoon, ja. Met weinig mensen. Ja. Ja, bij mij ook. Ik heb twee kleine feesten gehad. Een keer met drie man en een keer met drie man. Een feest. Maar wel twee dezelfde. Een feest, ja, dat gaat ook met drie, hè. Echt? Maar ja, tuurlijk. Ja. Zijn dan zo met drie zo, boom, boom, boom. Maar nee, niet zo, geen dansfeest, hè. Een dinerfeest, ah. Gekookt. En, tof. Beetje parmiham gegeten. Dan kunnen jullie ook weer bij mij wedstrijd straks. Dus kimmel de parmiham. Flo, bij u was bij u? Ja, super chill. Te veel gegeten wel. Mm-hmm. Dat is elk jaar dat toch, standaard. Dat je zo denkt. Ja, dat moet. Ik ga niet te veel aperitieven, want dan heb ik nog plaats. En bij zo het hoofdgerecht zet je al zo. Veel te veel overhapjes. Maar, hoe zijn je naar het hoofdgerecht? Je hebt daar wel de stoel voor, hè? Ja, ik ben jaloers. Chill, ja, chill. Ik moet je broek zo. Moest ik dat kunnen, zou ik mijn broek openzetten. Maar... Fabian vond die stoel echt verschrikkelijk. Ah, nee, het is precies zo'n hangmat. Zo. Het is wel nice. Ja. Behalve zo dit, dat zo een beetje in een kakstoel zit of zo. God, dat moet je nog allemaal uitzenden. Sorry. Sorry. Jamie, de mensen zullen het natuurlijk wel al weten. Het is nog niet echt zo zichtbaar ondertussen. Je hebt niet echt geaccentueerd. Nee. Wat is er veranderd aan u voor de mensen die onder een steen leven? Mijn boobs. Ik heb een boobjob gedaan, mm-hmm. Maar geen 400 cc zoals velen doen. Maar gewoon naturel, een klein beetje meer tiet. Mm. Mocht wel, dus voilà. Je bent daar heel open over geweest op Instagram. Dat vond ik heel sterk dat je dat hebt gedaan. Vind je dat belangrijk dat je dat meegeeft aan je volgers? Van kijk, ik heb dit wel laten doen. Ja, eigenlijk wel. Want het ding was, als ik niet zou zeggen, ging ze toch zien. Mm-hmm. En dan ging ze reageren, heeft ze nu haar borsten vergroot? En al de rest, dan kan er geen zin in. En ik dacht van ja, ik ben altijd eerlijk, dus ik kan dan wel ook eerlijk zijn over mijn borsten. En nu gaan ze niet meer reageren plank, maar misschien... Grote borsten of zo, ik weet het niet. Is dat dan beter? Plank of grote borsten, dat is wel een klein verschilletje. Hè? Ja, het was plank ervoor. Ja? Ja, heb ik dat nooit gezegd? Ze reageren nee. Altijd zo plank en ik zo ja. Ja, omdat wie dat het enigste is wat ze kunnen zeggen. Hè? Mm-hmm. Dat is plank. Altijd, ja, wie reageert dan nu? Ja. Of zo, wat is de voorkant en wat is de achterkant, omdat ik geen borsten heb. Oh. Maar jij hebt toch oh wel een zieke poep? Niet meer, ik ben vermagerd. Oh, maar ik ben bezig met verdedigen. Oké. Okay. En je weet dat allemaal, we hebben er ook al over gepraat toen in de tijd. Ik weet altijd op Ballaton dat ik dat ook zei, van ik krijg geen borsten. En jij dan ook. Is het wel overwogen beslissing geweest? Hoe lang heb je daarover nagedacht? En dat je dan toch die knoop hebt kunnen doorhakken van oké, ik ga het nu gewoon doen. Wat heeft u over die streep getrokken? Ik weet het niet. Hij weet ook dat ik het al lang zei. Ik zei het echt al jaren. Vroeger als ik ging gaan zwemmen, was het zo met van die badpatten en dan had ik helemaal niks. Ja, verschrikkelijk. Nee, ik weet niet. Ik heb gewoon beslist voor mezelf dat ik meer voor mezelf moet doen. En het was zo'n kakjaar, dus dacht ik van, ik ga het jaar goed afsluiten met borsten of zo. Een borstje of twee. Ja. Of drie. Nee, twee. Erbij. Nee, ik heb het gewoon gedaan voor mezelf. En wat de rest zegt, boeit me niet veel. Ja. Maar ik heb eigenlijk superveel positieve reacties gehad. Wat ik niet verwacht had, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En... Ik vind dat wel logisch dat je daar positieve commentaar over hebt gegeven, omdat je juist zo open waart. Denk ja. Dat mensen dat wel iets hebben van, kijk, ze is er tenminste... fair over, want je ziet dan langs de andere kant bij veel mensen van Ex on the Beach die dan zeggen ik heb alleen mijn lippen laten doen. Ja, ja. Dus het is mee... ik heb alleen mijn lippen laten doen. Dat zal wel. Want had je niet veel de comments gekregen? Is dat nu door uw vriend dat je dat hebt gedaan? Dat ze dat misschien zeiden? Niet veel, maar sommigen wel. En dan, allee, mijn vriend zei ook, doe je het oké, doe je het niet ook oké. Is hem niet verliefd geworden op mij omdat ik bijvoorbeeld wel of geen borsten had, dat boeide hem niet. Maar ja, nee, echt. En ook veel mensen die zeiden van... Ik heb het ook laten doen, maar ik durf het niet zeggen aan mijn omgeving. Dat is al 2 jaar geleden. Mm-hmm. Ik denk van fuck. Het zijn echt veel mensen die het niet durven zeggen. Ik vind dat zo'n taboe. En het wordt zodanig veel gedaan. Allee, hoeveel mensen kan je dat hebben gedaan? Zoveel. Maar echt, en ook van jongens, hé, dat ze zijn van echt respect dat je het zegt. Dat is misschien raar van jongens zeggen ze dan. Maar ik vind het zo chic dat je er open over bent.
ja, echt, het was allemaal... Het was nee, allemaal. Dat is. Ik vind ja, dat ook ja. wel... Je moet dat vooral voor jezelf doen, denk ja, ik. Wel, in ja. de eerste plaats. Ik doe dat niet voor Instagram of voor de rest. Hé. Ik doe dat echt voor mezelf. En als je mij goed kent, dan weet je dat dat echt iets was waar dat mee zat. En niet omdat ik kleine borsten niet mooi vond, want mijn kleine borsten waren ook perfect mooi, maar ik voelde mij daar gewoon niet goed over en ik heb dat laten veranderen. Voilà, inderdaad. Maar dus, gewoon even een vraag. Als jij nu gaat liggen, heb jij nog altijd borsten? Want ik heb dat als ik ga liggen, dan is dat zo een jongensborst, snap je? Ah, maar van mij ervoor was dat ook wel zo, maar... Nu ja, Nicolas zegt zo... Wat is dit? Nee, wat is ja, dit gewoon cool? Een borst. Is daar alcohol in? Genoeg voor u. Heb jij dat ook niet als je gaat liggen, dat je eens een jongensborst hebt? Omgekeerd. Dan als ik wat laat liggen? Als ik ga liggen, dat ik jongensborsten heb. Nee, als je gaat liggen, dan zien je borsten eruit. Plat. Ja, dat was ook de joke, hé. Dat was een joke. Ja, oké. Ik ben echt niet mee met al die dingen. Hè. Drink maar nog een beetje. Nee, ik heb zoiets gedronken. Ik ga mij wat inhouden, denk ik, vanavond. Je hebt nog wel een lange revalidatie voor de boeg. En als ik heb gevolgd, morgen mogen nu draadjes eruit. Van, zijn ze eruit? Vanavond, nee. Vanavond. Vanavond, straks. Oké, hierna. Ja, hierna. Dus daarom moet ik ze een beetje vroeger weg. Oké, spannend. Maar ben je al content met het resultaat dat je nu al hebt gezien? Wel, nu is het veel beter. Want ze zijn zo al iets gezakt. Maar de eerste dag, als ik mijn sport-BH afdeed... Dan dacht ik echt van, maar fuck, what the fuck is dat hier? Dat moet er weer uit. Dat echt... Zat ze te hoog of zo? Ja, hoog, dek, op dat zo. Dat zit echt in mijn nek, hè. Wat vind je toch? Dat is echt waar. Ik heb die chirurg nadien. Oh nee, we hebben ze verkeerd gestoken. Ja. Shit. Dat moet maar eruit. Dat is echt lelijk. En dan zie je echt zo het verschil dag na dag. Like, ik heb thuisverpleging en ze is ook van... Allee, het begint echt te zatten en de wondjes te goed. En, maar... Ja, mijn vriendin heeft dezelfde implantaat en zij zegt van ja, dat kan tot een jaar duren, totdat ze volledig... Ja. Mm-hmm. Maar ja, tegen de zomer allee, denk ik wel dat een topje ga kunnen dragen zonder dat ik ga zeggen van ik voel mij 12 jaar. Mm-hmm. Ik voel mij 12 jaar. Oké, nee, dat is keigoed. Ik ben er wel van overtuigd dat het er supergoed zal uitzien. Ja, bij de anderen is en het ook... is ook echt niet overdreven. Allee. Nee, en gewoon natuurlijk, dus dat is echt keigoed gedaan. Ja. Stel je voor dat ze zich nu hadden vergist, wat eigenlijk al bijna niet kan. En het was een E-cup. Wat had je dan gedaan? Het zou niet kunnen, want op voorhand kreeg je ook 3D-foto's en MC ook. Maar ik krijg 3D-foto's van je borsten er gaan uitzien. Ja, echt. Op je lichaam. Op mijn lichaam. Dus die neemt foto's op voorhand met mijn titties dat ik had. En dan krijg je zo'n 3D-dinges met je borsten, dat dan, hoe dat er gaat uitzien. En dan kun je dat zo heel ronddraaien, dus dat is iets van boven en van onder. Die borsten draaien rond? Nee, je kunt dat lichaam ronddraaien. Dat is zo woehoehoe. Dat is de camera die rond. Okay, die camera draait rond, hé. Okay. Nee, dat is echt zot. Wat vet. En je zei ook... Dus ik heb nu 245 cc en we gingen voor 265 gaan, maar hij zei ook van ik ga voor 245 gaan, omdat ik weet dat ik natuurlijk wil. En 265, dus hij heeft erin gestoken ook tijdens de operatie. Hij zei van het was te groot, het was niet mooi. Ah, dus ze hebben twee keer geprobeerd? Wow. Ja, dus eerst de groot siliconen en hij zei van nee. En dan heeft hij voor de 245 gaan en ik ben vrij blij dat hij dat gedaan heeft, want ik ging toch niet groter geweld hebben. Dat is wel goed, dat hij dat wel ook zo heeft in deel heeft genoeg van oké, dat is dan misschien weer te... Maar dat doen ze wel meestal. Want je zei ook wel een fijn ding, hè? Ah, wel, dus ineens moest daar zo kanjers van borsten op staan. Ja. Misschien meer dan een Temptation of zo, maar... Jimmy weet. Hallo! Oké. Flo, is iets dat jij zou overwegen, een borstvergroting? Nee. Maar gewoon... Ik heb ook wel complexen of zo, maar ik ben te lui om te... Ja, want dat is een super lange recovery, hè? Ja, tuurlijk. En ik hoop dat je daar pijn in houdt. Maar nee, ik ben daar echt niet... Ik weet niet, nee. En ik ga dan toch ooit 60 jaar worden en dat gaat toch beginnen hangen. En dan zitten nu implantaten daarmee in en denk ik, ja, nee. Je hebt nog tijd tegen dat je 60 bent. Ik weet niet. Kunnen we wel andere dingen laten doen, hè. Wat fillertjes, wat botox. Maar botox of zo, denk ik, dat als ik ouder ben, dat ik dat misschien wel zou doen. Mm-hmm. Maar verder, zo echt dat ze zo in je lijf moeten snijden. Ik volg wel super graag zo op Snapchat. Vroeger waren er zo van die plastische chirurgen. Ja, dat was echt zo'n account. En dan zag je die zo, hoe dat die operaties deden, hoe dat ze die neus open bijtelden. En dan zo... Was het die mens uit Miami? Ja! Dat was wel in your face allemaal. Dat was heel goed. Dat was niet... Maar ook zo met zo dat ding, dat die zo in die billen gingen en dan gingen die billen mooi doorsturen. Hebben ze dat gefilmd? Ja. Eigenlijk wel. En heb je dat zelf gekeken? Nee, dat ga ik niet posten. We gaan kijken naar het fragment op het scherm. Oh my god. Nee, ik heb echt... Het was iemand heel de operatie erbij om ook te fotograferen en te filmen. Wow. Ik heb echt een video dat ze zo... En mijn borst zitten te koteren. Niet normaal, het is echt... Met zo'n zuiding, dat is zo... Maar ik heb niet volledig bekeken. Ik heb ook een foto dat ik zo op tafel leg. Dus ja, je ziet mijn hoofd niet en je ziet mijn borsten. En dan is dat zo nog die snee die open is. En dat gat daarin is like echt... Fuck, dat is zo diep. Dat is te hoog. Hoe groot is die snee? Zo.
Ah ja. Ja. Ja, chill wel. Ça va, hè. Zoiets, hè. Ja? Zoiets, hè. Snitje, chill. Want ja, want soms doen ze ook dat ze de tepel eraf doen. Ja, nee. En dan, ja, dan halen ze de tepel eruit. Nee. Ah, dus bij u hebben ze niets gedaan aan uw tepel. Het is gewoon echt bijgestoken. Nee. Van mijn tepels was ik zo blij. Nee, van mijn tepels was ik zo blij. Ja, nee, dat doen sommige mensen dan ook. Of via de oksel kon ook. Ik voel me bij Dr. Phil vandaag. Ja, voilà. Ik ga vandaag over plastische chirurgie. Ja. Voilà. Zou hij iets laten doen? Leuk eens laten doen. Niet dat nodig is, hè, maar het was gewoon een vraag. Denk nog niet. Nee. Nog niet. Nog niet. Nee. Ik ben vrij content. Tevreden. Mooi als er zijn altijd dingen die beter kunnen, hè, maar dat is bij iedereen, iets laten vergroten. Ja. Dat gewoon ik niet doen. Ze. Flo, je hebt sinds kort je eerste tv-programma gehad. Kijk goed, op VTM2 was het. Club Flo, vertel ons iets, waarover ging dat? Seks en drugs. Seks en drugs. Ja, voilà. Was het meer dan dat of ging het echt een beetje meer schetsen? Wat heb je daar gedaan? Want ik heb Ender daar ook op een gegeven moment zien ja, dus oppoppen. Er was een rubriek, wat is dat? Waar we allemaal duo's hadden genomen. Onze redacteur vond Ender super tof. En Ilias ook. Dus die moeten samen. En dan moet je een doos open doen. Er zit dan een voorwerp in, gerelateerd met drugs of seks. En vaak weet je niet wat dat is, soms weet je dat wel. Dus dat was grappig. Maar dat is ook een goede inleiding voor een onderwerp of zo, gewoon om daar chill over te praten. En dat was gewoon de bedoeling van heel Club Flo, om dingen te tonen, over te praten waar je normaal gezien niet over praat, zoals vaginisme. Dat vond ik een hele goeie. Ik heb er nog gereageerd op je story. Ik zeg, amai, goed dat je dat eigenlijk eens aankaart. Kent je wat vaginisme is? Dat is als er iets in de buurt komt van je bekkenbodemspieren, dat je dan echt volledig opspant, dat niets door kan. Maar je hebt daar geen controle over. Ja. Dus bijvoorbeeld een tampon of zelfs een vinger gaat niet in je foef. Is dat een beetje hetzelfde? Het is een dom voorbeeld, maar als ik zo'n spin zie, trek ik mijn poep lekker samen. Nee, is dat een beetje hetzelfde of niet? Want dan is dat die zo... spin moet niet in je poep. Ah, nee. Dat trekt volgens mij vacuüm onbewust samen. Als je weet, er gaat iets in komen, want die spin gaat er niet in. Hè. Maar het kan vergeleken worden. Het is echt zo'n soort van Zo, maar dat is niet alleen maar door angst. Hè. Dat kan ook gewoon zijn omdat je lichaam dat niet anders kan. Mo. Ja, ik heb dat gehad. Echt? Ik ben daar toen dan ben ik eens aan de gynaecoloog geweest. Dat was echt omdat ik 18 was. En dan heb ik de gynaecoloog me dan doorgestuurd naar een soort een kinesist, maar echt zo puur voor je bekkenbodemspieren. En dan heb ik buisjes mee naar huis gekregen om dan echt zo toen een tijd te oefenen. Amai. Ja, dat was echt wel zot. Maar niemand wist wat dat was. Dus, en daarom vond ik dat echt goed dat ik zei van amai, eindelijk eens mensen dat daarover praten. Want 1 op 3 meisjes heeft dat. Dat is super, dat is super common. Ja. Dat is echt wel iets heel... Maar ook, ik heb zomaar 1 keer moeten zoeken op Twitter bijvoorbeeld, vaginisme en mensen die ik volg. En ik had al 5 mensen gezien die daarover hadden getweet van ik heb dat. En we vonden echt superveel mensen die daarover wouden praten. Ja. En dan dachten we, waarom wordt daar niet over gepraat? Het is super raar dat er zoveel mensen zijn dat dat hebben. En dat dat toch schaamte of zo, want ik weet het niet. Hè? De schaamte zit hem vooral in zo het gaan daten met iemand. En dan zo moeten zeggen, dat gaat er wel niet in gaan, want ik heb vaginisme. Of de stap zetten naar die kinesist. Dat is super moeilijk, want iedereen denkt, die gaat dingen in mij rammen. Maar dat, niet dat kan. Maar dat kan. Nee, dat is geen piemel, hè, maar zo... Ja, plastieke... Nee, bijvoorbeeld dat een piemel er niet in geraakt. Ah, ja, een piemel gaat er dus niet in. Allee. Mo. Of dat doet heel veel pijn. Allee. Zij blij dat je het niet... Ja. We staan niet dat dat bestond. Ja, voilà. Dus maar ik leef op een andere wereld. Ja, dat weet je. Club Flo is wel nog altijd zo ietsje braver dan de Hollandse programma's Spuiten en Slikken en zo. Heb je dat bewust gedaan? Ja, want we zitten in Vlaanderen en er is er ook een andere wetgeving. En ik mag niet zomaar drugs tonen op tv zonder dat er gevolgen aan vasthangen of zo. Oh, wow. Ja. Dus er moet daar heel erg mee opletten. En ook gewoon, ik wil niet tonen van, hey, pak allemaal drugs. Of nee, doe geen drugs. Of allemaal seks hebben. Nee, geen seks hebben. Nee, ik wil dat mensen daar naar kijken. En dat zoiets hebben, oké, als ik het wil doen, dan moet ik het geïnformeerd doen, dan kijk ik naar Club Flo. Ja. Als ik niet weet hoe dat het moet, maar ik wil het eigenlijk zelf niet doen, maar ben wel geïnteresseerd, kun je ook gewoon kijken. En kun je het voor jezelf al uitmaken, is dat iets voor mij, is dat niks voor mij. Dus het is wel meer dat mensen gewoon je hoofd zien en denken, het zal wel weer over seks gaan. Ja. Een beetje de jonge goedele. Goedele liekes, ja. Ja, goedele liekes. Goedele.
Inderdaad. Je doet dat keigoed trouwens. Thanks. Heel goed. En Nicolas, u kennen we van op verschillende gedaantes. Sabine, Mathies, Chayenne. Verschillende gedaantes. Dat klinkt niet goed. Dus op gezet, raar, verschillende gedaantes. U hebt een tekst geschreven? Nee, je moet iemand aanwijzen dat je denkt dat dat daar heeft gedaan. Wat is uw favoriet? Ik denk dat je over laatst hebt gezegd dat Sabine was, maar ja, niet Sabine. Zeker. Ja? Ja, Sabine is mijn favoriet. Waarom? Chayenne en Mathies, daar wordt altijd over gesproken, maar die zie je nooit. Ja. Die wil ik ook in het ongewisse laten. En Sabine is leuk omdat het zo een beetje een Karen is. Ja. Hè, iedereen kent wel de Karens, de Karen-memes. En Sabine is een vrouw van middelbare leeftijd die niet meer zo gelukkig is bij haar vent. En die het moeilijk heeft met haar kinderen, zeker in het tijden van corona, feitelijk. En eigenlijk daardoor alleen maar zaagt over alles en nog wat. Mm-hmm. En dat is Sabine. Ze voelt zich wel belangrijk natuurlijk. Ja, ze wil altijd de beste zijn van al haar vriendinnen, van op het werk. Dus Sabine is mijn favoriet. Ja. En hoe komt ze dan telkens op die inspiratie? Het is niet moeilijk, hè. Het is gewoon rondkijken. Dat is echt gewoon het dagelijkse leven. Sabine, ja. Mijn mama. Ik denk dat er komt inspiratie van programma's als In de Gloria, Het Eiland, Cowboys, maar ook gewoon van de dingen die ik zie in het dagelijkse leven. Hè. Mm-hmm. Dat is maar naar een bank gaan en kijken naar wat die vrouw doet achter het loket. Ja. En dan weet het al. Ja. En dan naar huis gaan. Ik heb de TikTok gemaakt in mijn hoofd. Zo gaat het. Want het is zo wel terug begonnen toen op TikTok met allemaal die schooldingen. Hè? Van, is daar niet terug mee begonnen toen in een tijd tijdens de lockdown van leerkrachten van de lagere school? Zo is het gewoon begonnen. Ineens geboomd. Ik had nog niks gedaan op TikTok op dat vlak. En gewoon begonnen met die leerkrachten, die van de meesters. Dat was ook heel... En dat, vond, dat werkte, dat was in één keer ontploft. Maar toen had ik zoiets van, ja, ik wil meer mijn eigen humor opgaan. En dan is Sabine ontstaan. En Agnes en Luc. En Tamara. Zo iets meer de volwassenere dingen, die minder op TikTok passen, maar meer op Instagram. Sabine. En zo had je een hele familie. Ja, eigenlijk wel. Is het een dysfunctional family? Is het een? Een dysfunctional family. Ja, had je het kerstje niet gezien? Nee, zo. Ik ben blij dat ik het ook niet weet. We zijn domme bank. Een slecht functionerende familie. Nee, alles gaat wel goed, denk ik. Maar je voelt gewoon dat die op een bepaald level zitten en dat er andere mensen wel eens problemen mee kunnen hebben. Maar ze hebben dat zelf niet echt door. Je hebt daar ook merch van uitgebracht. Ja. Hè, met, de quote, dat was wel goed, hè. En met ja, dat was heel veel. Dat is heel hard gegaan. Hoe voelt u daarbij? Dat was wel waarschijnlijk... Ik had dat niet verwacht. Nee, maar toch dat zegt niet? Iedereen. Ik had dat niet verwacht, hè, zeg. Ja. Maar het was wel... Nee, het was buiten alle verwachtingen. Ja. Maar ik denk wel, nu is dat stilletjes aan terug aan het afzwakken met het einde van de feestdagen. En ik denk ook niet dat ik plannen heb om er verder mee te gaan. Dat was een hele leuke collectie om dat kort even te doen. Maar ik ben niet van plan om daar effectief ook nog veel meer dingen mee te doen, want dan... Dat is wat te blijven. Tijd zijn je wilt, dat niet zo, ah, ja, okay, je wilt het niet uitmelken. Nee. Maar ik weet wel, om 5 uur ging de pre-order online. En ik had een klein beetje geteased en op een 5 uur stipt waren er 12.000 mensen online. Dat op die is site. Echt gestoord. Wat vind toch? Echt, je hebt niet allemaal gekocht, helaas. Maar, nee, dat was wel dat was dat cool. Dat was zo de prijsje. Nee, ik vond dat je ook een hele goede prijs deed. Ik vond dat echt. Ja, hè? Ja. Want ik ben er nu zelf ook zo mee bezig geweest. Ja. En ik vond dat echt heel De productiekost was vrij duur om die trui te laten maken. Ja. En de leverancier zei, kijk, ik zou die prijs varen. En ik zei, ja, dat kan. Ja, maar dan gaat de geld verdienen. Ik zeg, ja, maar zo die brug van dat doet niet, ja. 50 euro overschrijden plus verzendingskosten is gewoon iets te veel. Dus ik verkoop er liever meer dat mensen toch willen hebben, dan dat het te duur is of te veel. En, nee, tuurlijk. Dat is echt heel goed gedaan. Dat is heel fijn ook. Jij blijft daar zo wat mee achter, hè. Ik ben er zeker van, moest jij zo merch droppen dat mensen daar ook echt op zouden springen? Is dat zo niet iets dat in je hoofd al is gekomen? Ik was er mee bezig. Ik heb dan gestopt. Ik was er dan nu over laatst weer mee bezig. Ik ben dan weer gestopt. Ben ik zo lui? Maar je hebt zo'n goede stijl. Ik heb veel tijd in. Ja, dat wel. Maar je hebt zo'n goede stijl dat ik denk van, allee, Jamie. Ja, maar ja... Ja, nee, ik ben lekker te lui. En maar dan moet je het ook niet doen. Ja, maar ik ben er mee bezig. En ik heb een design al. Maar ja, misschien moet ik eigenlijk eens zeggen, want kijk, nu ga ik echt mijn werk insteken en mijn tijd insteken. En Voor mij was het gemakkelijk, omdat ik had de quote die iedereen zei, de mondmaskers en dan de puls. Dat was easy. Ik had een quote nodig
En ik had mijn design op een achtergrond, ja, maar veel design is daar niet aan. En als je dan effectief als influencer of als social media figuur een eigen collectie wilt gaan doen, dan kun je niet teren op een quote. Dan moet je met een graaf design komen, moet je, ja, verschillende designs hebben. Ja. Dat is een pak moeilijker en een pak meer werk om daarmee bezig te zijn. Ja. Vond je dat stressig, heel dat proces van die merch? Ja, toch wel. Maar het meest stressige is, je moet een bepaalde stok aankopen. Want je weet niet hoeveel mensen gaan dat willen kopen. Dat is echt lastig. En je wilt zorgen dat iedereen het voor kerst heeft. Dus dan kun je te veel kopen en dan zien, oei, te weinig mensen hebben het gekocht. Hier staan ik en mijn 150 dozen bij mij thuis. Maar je hebt twee opties. Je kunt toch zo ook laten maken, een stok, hè, laten komen, mm-hmm, en dan pas... En dan tweede, stok laten maken, ja, als het... Ja, maar het is heel ingewikkeld. Hè. Het is een heel, ja, systeem. Maar ja, vind ik dat eigenlijk ook. En weer, effectief, daarom. Vond het heel leuk om te doen, maar als ik daar mijn full-on ding van wil maken, moet ik daar veel meer tijd gaan insteken, ja, en dat is niet mijn core business. Ik, nee, heb andere dingen die ik doe. Ik wou net vragen, dus... ik denk dat de mensen nu wel zullen denken van oké, Nicolas is bezig op TikTok, die is bezig op Instagram. Maar heb je andere plannen? Zijn je nog met andere dingen bezig? Want we zijn nu ook soms bezig met zo videoclips en shooten en zo. Ja, klopt. Dat is eigenlijk nog altijd mijn hoofdbezigheid. Ja. Ik heb een productiehuis dat ik run en ik werk als regisseur en creative director. Ik heb dat gedaan 3 jaar voor Swedish House Mafia en dan 1 jaar voor DJ Snake. Dan is dat zo wat door corona is dat wat afgezwakt, maar de bedoeling is wel dat ik die dingen nog blijf doen en, ja, dat daar mijn main focus op ligt. Okay. Maar het is wel goed dat die TikTok-dingen en al die video's er geweest zijn, want anders was mijn jaar ook gewoon een ramp geweest, ja, met inderdaad, corona. Dus, oké, okay, goed, zoveel te beter. Ik weet niet of iemand van jullie al de Winterlives heeft gezien, maar wij doen daar ook altijd bepaalde spelletjes. En ik heb hier mijn mooie kerstboom bij mij. En daar doen we altijd kerstbaluitdagingen mee. Ja. Je moet nog even rusten. We gaan beginnen met Nicolas. En die krijgt zijn kerstbaluitdaging, maar ik zit er altijd te... Ik mag ook rusten, nee. Welk? Zij mag rusten. En ik moet het spel al doen. Jij moet werken. Ja. Allee. Doe het spel aan mijn been. Nicolas, zoals daarnet gezegd, sta jij bekend voor jouw typetjes. Nu ben ik eens benieuwd hoe je het ervan afbrengt als je mede TikTok-sterren moet imiteren. Flo en Jamie, jullie mogen raden. Oh, dat vind Nicolas... ik leuk. Oh, dat vind ik niet leuk. Wacht, ik heb al stress. Wacht, dat vind ik niet leuk. Nicolas, oh, ja, er ligt een briefje daar normaal gezien. Maar ik ken er niet veel. Ik denk dat je deze wel gaat kennen. Ja, maar ik wil ook geen haat. Ik wil niet dat mensen maar achteraf... Maar die gaan ermee kunnen lachen. Zie, maar ik ken er dus... Ik ken... Mag ik kijken? Uw briefje gaat zien anders. Maar ik zit niet genoeg op TikTok om die mensen na te doen. Dat gaat niet, hè? Oei, ik snap het niet. Er is er maar één die ik ken die ik kan nadoen. Doe. Oh, shit, maar dat is niet gemakkelijk. Had de vorige keer zo goed gedaan. Ja, maar die staan er allemaal niet op. Het zijn allemaal andere namen die ik ken. Ja, dat is echt kan lezen. Voor mijn briefje. Voor dat briefje van jou, anders je kan het oké. Ik kan echt niet vals spelen, ik ben echt zo niet. Nee, je bent heel competitief. Hè? Ja, ja. Hoe moet ik dat doen? Ik ken dus bijna niemand, hè, daarvan. Zoek ze wel. Misschien moet je even in de koker gaan. En even in de zo... wat? In de koker? Dat is van je een quiz, maar het is oké. Okay. Ah. Wij nemen de kast op een andere wereld. Ik was ook niet zo mee. Wacht, hè. Hey, listen TikTok. Oh, dat is heel moeilijk. Wacht, hè. Ik moet dat accent proberen na te doen. Als ik u de tip geef dat 1 en 4 een duo zijn. Ja, ik ken het duo wel. Ah. Dat is het gemakkelijk, hè? Maar moet ik die nadoen? Duo. Misschien moet je haar gewoon helpen. Hoe? Ik kan eentje nadoen met 1 slagzin. En dan ga je direct weten. Een masker voor je tetten. Ah, Kira. Tyra. Kira. Ja, Tyra. Kira. Ik ben zo gegeneerd dat ik, kent die, je die, niet? Dat ik die niet ken. Tyra. Nee. Oh, nee. En ze is van Roeselare. Maar nee. Ik zit dus echt niet op TikTok, hè? Dat is mijn probleem. Ja. Ze klapt een beetje zo. Vrij plat. Lekker dat ik normaal zo moet klappen. Ja, maar ik... Wat is het? Een masker om crème? Een masker. Zelfs dat een maskertje gekocht uit een Action? Een masker voor heb je tetten te lagen. Dat moet je zeggen. Kijk, ik ga het kaartje vergeten. We gaan de uitzending spannend maken en ik ga andere mensen nadoen. Oké. Okay. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik ook wel een goeie. Ik heb echt warm. Raquel! Raquel, wat is dit? Dat is Snapchat! Nee, dat is geen Snapchat. Moeilijk. Is dat Snapchat? Super moeilijk. Nee. Ja. Echt? Nou, Die kan ik nadoen. Vinesa? Wacht, laat me denken. Iconisch. Nee. Oh my god. Ja, dat was Elias Verwild. Ah, toch? Ja. Wie kan ik nog nadoen? Ja. Er is een andere meisje die ik onlangs heb gezien. Die deze video's maakt. Ik ga naar de camera kijken. Ik denk dat ik het al weet. Oh, spannend. Ja, ik weet het.
Heb je dat ook soms? Ik dat weet ik echt het al. Denk van, ik kan niet in deze boek. Ik kan toch echt niet de enige zijn die niet in deze boek kan. Oh. Waarom maken ze deze boeken echt? Moet dat ik die ze Rachel. Zelf beginnen maken? Ja, klopt. Maar die heeft superveel haat gekregen op die... Ja, maar ik snap dat wel. Ik ben daar ook niet echt zo mee akkoord. Die video heb ik niet met gezien, maar ik wist wel hoe je dat toen hij zo deed. Ja. Ja, echt? Maar die, al die video's zijn zo, hè. Heb je dat ook? Ah. Ik ben leerkracht Frans. En de leerling kwam naar mij. Accent. Mevrouw, ik wil echt een beetje zijn gelijk jij. Ik dacht, nee. Jij kunt niet verliefd worden op mij. Ben ik echt de enige die dat voor heeft? Ben ik zo'n sexy leerkracht? De micro. Deze kan toch echt niet? Oh my god. Ja, voilà, zo van die video's. Oké, dat vond ik eigenlijk al heel goed. We gaan eens een mening vragen van iemand. Oh nee. En nu, hier is ze dan. Hier is Rachel. Oh, hey. Ze staat wel een beetje gedraaid. Horen we ze of kunnen niet? Kunnen we ze draaien, maar horen ze nog niet. Nee, je moet gewoon je hoofd draaien. Hallo? Ah. Ja. Peter. Horen zij ons? Ze zien de auto. Zij horen ons. Aha. Ah. Zeg eens iets. Hi. Of nou, we moeten kijken. Wat zien jij bij ons? Ja, we moeten kijken. Ah, hier de webcam. We horen daar van voor. We horen ze. Wij horen u niet. Jawel. Nee. Wij horen niks. Hallo? Hallo? Tse, poe, 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 wat tse. Nu wel? Ja? Ja. Ja. Oké, hallo. Eindelijk. Jongens, goedenavond. Wat vonden jullie van Nicolas zijn imitaties? Dat we er eigenlijk jammer genoeg niet zo kunnen horen, maar ik heb ze niet. Oké, bedankt. Ik zal het nog eens doen. Ga je het echt nog eens doen of niet? Welk, Gerben? Ik weet uit ervaring dat Elias al heel goed kan nadoen, dus dan zal er wel, dat zal wel goed zijn geweest. Ja, die iconische Elias Verbeeld. Maar dat is no hate, hè, naar Elias toe. Nee, dat, maar hij heeft nee, dat een heel expressieve manier om het te doen. Ja, dat is gewoon dat hij het doet. Dat is dat, ja. Die kunnen we ook zien in Student Confessions. Staan nu al op streams, gaan we ze ook nog eens even over praten. Steffi, je bent een paar dagen geleden 18 geworden. Ongelukkige verjaardag. Ja. Dank u. Heb je iets leuks gedaan? Hoe heb je het gevierd? Gewoon met mijn familie en Gerben en het was wel gezellig. Gewoon in de auto, gezellig. Feestje. Ja, gewoon. Wat heb je als cadeau gekregen van Gerben? Redelijk veel. We hebben een beetje allebei overdreven. Wat zeg ik? Een mini beamer, Dr. Martens. Amai. Naast de truien. Dat is een influencer, ja. Die krijgen die alles, hè. Disneyland, een verrassingsfeestje. Disneyland! Zit die Disneyland? Nee, een verrassingsfeestje. Echt? Amai. Voornamelijk corona, post-corona. Ik wil ook een lief. Yes. Wat is het eerste dat jullie gaan doen? Want zijn jullie nu alle twee? Nee, Steffi, jij bent nu aan het studeren. Heeft iemand van jullie examens? Ik heb nog twee sabbatjaar, maar ik ga volgend jaar terug studeren. Oké. Okay. Dus, ik kwam net terug van opname van Michael en Mari zijn nieuwe videoclip. Ik ben er net ook! Dus wij staan ergens rijpen in Antwerpen. Hm? Wij staan ergens rijpen in Antwerpen met de auto. Maar je hebt precies wel de volledige lichtinstallatie mee, want jullie zien er allemaal zo uit, gelijk Rachel. Nee, we hebben mooi Steffi aan de gsm van boven gezet. Ja. Aha, oké. Steffi, we zien u ook meer en meer op het scherm verschijnen. Zijn er nog toekomstige projecten die voor u klaarstaan? Ja, best wel, maar ik heb nog niet zoveel over zeggen. Ze wil geen tea spillen. Oké, goed. En Gerben, jij bent natuurlijk de supportive boyfriend. Heel cute jullie. Wilt jij diezelfde kant uitgaan als Steffi? Of hoe ziet jij je eigen toekomst in dit alles? Voor mij is de toekomst er ook heel rooskleurig uit, maar daar mag ik ook nog niks over zeggen. Dus ja. Ik kom hier echt met lame-ass vragen eigenlijk. Hè? Ja, sorry, het spijt mij. Wanneer komt jullie volgende TikTok online? Volgende TikTok? Ik weet niet, ik doe eigenlijk niet op TikTok meer. Ik ben vooral bezig op YouTube. Steffi, jij niet meer op TikTok, maar ik kom je altijd tegen. Ik ook. Om mee voor you. Ja, voor you. Onze oorsprong blijven volgen. Allee. Ik heb er nu echt al een beetje niet meer in gemaakt. Wat? Dus ze gebruikt die concerten. Oké, okay, goed. Merci om even in te bellen. En dan wens ik jullie al een gelukkig nieuwjaar. En hopelijk tot snel. Goed? Nieuwjaar. Beste wensen, hè. Doei. Doei. Dat is een glad goal, die
echt cute. Die zijn mega cute. Oh, maar jij bent ook goed bezig met je boyfriend, maar gewoon on the low low. Ja, ja. Nee, niks is sociale media. Nee, dat gaan kun we in het begin... Kun je TikToks maken? Nee. Ze heeft dat maar in het begin gezegd. We hebben het er al gemaakt, maar dat is zo voor mijn privé dan. Ja. Nee, ik wil het hem niet aandoen ten eerste. Ik snap dat wel, denk ik. En mensen kunnen ook, zodanig egoïstisch zijn en arrogant dat ze eigenlijk via in contact zo willen geraken via hem. Ja. Versta je wat ik bedoel? Mm. Met u. Ja. Oei. Zo, ja, zo. Maar het overlaatst was er toch ook zoiets gebeurd dat je... Ja. Op was ze hadden een TikTok gemaakt van hem. Het vriendje van Jamie Lee is en dan zijn Instagram, zijn Facebook. Maar vind toch echt, ik had die persoon moeten zien. Maar zie. Ik had dat is zo ja, bak. Mensen doen dat wel eens. Ik haat dat. Ik dacht, kijk. En dan denk ik van, kijk, ik had beter allemaal niet gedaan. Mm-hmm. Maar ja. Kijk. Maar het is allemaal goed gekomen, het is verwijderd geweest. Ja, voilà. En je bent ook gewoon kei gelukkig. Ja, voilà. Dat vind ik het belangrijkste. Ja, exact. We gaan nog een spelletje spelen. Ah, we hebben een... daarnaar. We hebben een prachtige imitatie zien van Nicolas. Maar nu gaan we jullie allemaal een plateautje met shotjes geven. Oh nee. Sommige van die shotjes zijn gewoon water, andere van die shotjes hebben een extra ingrediëntje. Toch geen tequila. Maar geen zware kost. Geen zware kost. Oh, uit mijn plateau weg, dat is wel tof. Ik ga jullie enkele stellingen geven. Ik ruik al iets. Wat ruik je? Azijn. Ja. Kutvacht. Oh nee. Ik ga jullie enkele stellingen geven. En als jullie niet willen antwoorden, dan moeten jullie een shotje drinken. Ja, en als je wel antwoordt, dan ben je vrijgesteld. Ik ga gewoon antwoorden met dan. Oké. Okay. Jamie, we gaan met u beginnen. Het is Fuck, Marry, Kill, Maximiliaan, Ender en ik. Wat is dat? Fuck, Marry, Fuck, Marry, Kill. Dus iemand moet je kiezen om seks mee te hebben, iemand die je wilt vermoorden en iemand die, waarmee je wilt trouwen. Fuck, Marry, Kill. Wat is Fuck, Marry, Kill. Iemand vermoorden, iemand trouwen en iemand seksen. Ja. Iemand seksen. Ik ga iemand seksen vanavond. Het gaat alles aan het raken. Ja, ik wil aan mijn voet. Dat is beide vals. Ja. Het is een vals spelen. Ja, ik ga het spelen, want nu weet ik. Ik ga nu een plateau draaien. Ik kan niet plateau. Ja, ik zal met een plateau draaien. Nee, zet ze nog eens samen. Je zal allemaal een keer samen zitten. We zijn een keer allemaal samen zitten. Ik ben aan het draaien. Ja, zet ze maar samen. Ik ben aan het draaien. Ik vind het niet meer leuk. Flo. Fuck, Mary Kill. Ja. Ik wil gewoon in azijn. Maar zo moeilijk is het toch? Zeg gewoon, hoe do you wanna fuck, hoe do you wanna wie kill, wie hoe do you wanna marry. Maar niemand in bed kruien van die drie. Maar ik zou toch moeten. Maar toch ook wat drinken. Het is dat voor het lachen, het is een programma, hè? Dat is niet voor echt. Allee, ik ga drinken. Doe echt. Doe maar aan, doe het. Fuck jou zou ik dan doen. Dank u, want dan bedrieg ik mijn vriend eigenlijk niet. Lesbian! Mary, met wie zou ik het langst kunnen overleven? Maar ja, ik heb een moeilijk karakter, ik moet ook zo denken, hè? Maar ze zijn ook alle twee heel... Ah, wel, minst geven. Ender. Maar dan moet ik Maxi vermoorden. Niemand komt maar niet maar we leven in een wereld dat we mensen terug kunnen... Is verrijzen of herinneren? Een van de twee. Verrijzen. Ja, ik weet het niet. Voilà. Was dat moeilijk? Maar ik vind dat wel grof dat ik dan eigenlijk Maxi moet killen. Man, nee, dat is altijd met van die spelletjes. Dat is nu gewoon... Dat is het spel. Omdat er iemand... Iedereen vindt dat een leuk spel. Ja, moet dan niet drinken. Nicolas, ja? Rangschik van goede naar verschrikkelijk slechte content. Gerben, Jonathan, Elias Verwild, Steen Edlund, Rachel Niemegeerts en Semi. Maar dat zijn gewoon vreselijke vragen. Oh boy. Zeg het nog eens, wat waren de namen? Gerben Tuurlings, Jonathan Medaars, Elias Verwild, Steen Edlund, Rachel Niemegeerts en Semi. Amai. Throw some shade. Ik heb er al heel de aflevering in gedaan. Throw some shade. Oh, dat vind ik nu eens heel moeilijk. Ga je dan drinken? Ik denk dat ik ga drinken. Nee, doe maar gewoon niet ruiken, niet ruiken, hè. Want je zit al zo... We zullen beter rest dan van bordje. Maar ik vind Jonathan zijn content wel goed. Jonathan heeft goede content. Jonathan heeft goede content. Helemaal op één. Steen heeft ook goede content. Op twee. Maar dat is zo minder mijn stijl waar ik naar kijk. Wie was er nog? Elias. Elias Verwild, Gerben, Rachel en Semi blijven open. Ik zet dan Semi nog niet gezien, denk ik. Zet ik dan eronder. Ze doen naar Michiel. Ah, dat zijn Semi. Ah ja, juist. Van, van die Noordlog. Juist. Mm. Ja, die dan daaronder. En dan Gerben. Nee, Gerben dan misschien op drie. Elias op vier. Want ik vind die heeft heel goede content, want het werkt. Maar het is gewoon minder mijn humor. En dan zet ik Rachel onderaan. Of Rachel.
Ik weet ook niet wat het is eigenlijk. Ik denk dat Rachel is. Heb ik Rachel of van Rachel? Van backstage. Maar het heeft niks te maken met wie dat zij is, maar met de content die ze maakt. Vind ik dat ze nogal een paar mensen kan kwetsen. En dat vind ik niet oké. Dus dan zit ik haar wel lager. Heel mooi om dat toch nog zo te bekken met een uitlegje. Oké, okay, voilà. Te bekken met een uitleg. Ja, dat je een uitlegje aangeeft, maar ik kan niet op het woord komen. Flo, welke BV heeft al geprobeerd om jou te versieren? Dat gaan er veel zijn. Ja, dat kan ik denk niet dat ook. Dat vind ik stappen. Dat vind ik... Volgens mij is het op iedereen gezeten ook al. Oh! Dat is niet waar. Welkom bij Club Flo! Nee, dat is niet waar. Nee, ik ga gewoon drinken. Nee. Dat is niet wat Vlaams van iemand al. Waarmee dat grappig was. Maar dat is mij niet aan het grappig. Ons dwingen om van alles te doen. Ja, zeg het. Oké. Okay. Ik ben voetballer. Sowieso wel een voetballer. Nee, geen voetballers. Allee, dat wij ook... En heel snel. Dat is, zo, nee. Is dat niet zo'n beetje de uitspraak, voetballers? Zo die... Nee. Kom. Nee. Kom. Ho. Nee. Kom. Ho. Wij hebben het ook allebei gedaan. Maar dat mag misschien niet van haar contract. Ze mag ze daar niks over zeggen. Ja, want ik heb echt een contract. Met die mensen. Je gaat maken dat je drinkt. Kom. Nee. Ja, gewoon drinken. Nee, ho. Ah, nee. Het omgekeerde. Ah, shit. Ik heb het wel weer verkeerd verstaan. Wil het ons wel subiet zeggen? Ik zal het misschien niet in zeggen. Private. Maar ho. Nee. Dat is gewoon niet zo chill. Maar jawel. Maar zeg. Hij heeft dus een girlfriend. Heeft hij een girlfriend? Ja. Mhm. Meerdere, hè? Wat? Nee, die is niet meerdere girlfriends. Jawel. Meerdere personen die u hebben gecontacteerd hebben girlfriends. Ja, maar vind toch, jongens zijn toch niet te betrouwen, nee, eigenlijk? Dat is wel. Nee. Jawel. Allee, kijk hier, weer zo'n mooi voorbeeld. Als je vrij... Maar misschien een mooi voorbeeld of zo. Nee, maar... Dat jongens sturen als ze vrijen. Ja, ik denk dat dat veel gebeurt, inderdaad. Wel, dan jongen, nee, kijk. Jamie, uw job bij TechMac opgeven of terug naar uw oude borsten? Amai. Wacht, ik moet even denken hoe ik het op... Wacht, mijn job bij TechMac opgeven of terug naar mijn oude borsten? Maar terug naar mijn oude borsten, want ik had ze toch weer vergroten. Maar dan moest ik mijn job opgeven bij TechMac? Damn. Simi, je zou mij terug aannemen dan. Dus dat is eigenlijk... Win-win, ze heeft dat heel goed doordacht. Okay, ja. Soms moet ik een keer nadenken. Vrijgesteld. Nicolas, moest je hetero zijn, met wie zou je in bed duiken? Jamie of Flo? Okay. Dat is gemakkelijk, hè? Ik snap het. Je moet die prammen zo niet in mijn gezicht smijten. Ik vind jou wel... Allee, de meisjes moet dat zijn, hè. Ik vind jou wel heller. Ja, ik zou dan ook voor Flo gaan, denk ik. Ja. Oh, ik zou Jamie kiezen. Ja, ik ook. Ja? Ja. Ja, en ik zou voor Flo gaan. Maar die heeft nieuwe borsten, hè? Ja, maar... mij zijn al 25 jaar oud, hè? Ik val niet op meisjes, dus voor mij zijn borsten ook niet zoiets... Voilà, een voordeel van kleine borsten. Ja, maar... Oké, mogen wij dan nu al vertrekken? Ja. Muziekje begint. Let ik erop met je plateau. Zo paniek. Alles staat nog corona. Oké. Ja. Flo, wie was je laatste bedpartner? Het heeft wel expliciete vragen. Ja, wow, zijn mijn vragen zo cute? Die van mij waren ook cute. Ik ben blij dat hij hier zit, want anders heb ik meestal zo die seksvragen. Ah. Jij bent nu gehoekt, dus we kunnen dat niet. Kun jij gewoon een naam zeggen eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Gewoon, ja. Kasper. Ah, mijn ex. Ja. Surprise! Voor. En hier is hij! Yay! Super. Oké, okay, ja. Maar gewoon... In bed slapen naast elkaar, hè? Nee. Ja, maar ik heb echt al super lang, geen seks meer gehad, dus ik weet dat eigenlijk zelfs niet meer. Oh! Dat is echt corona, hè? Corona's, ja. No excuse. Ja, ik weet niet hoe dat mensen niet vinden. Hoe kunt je dat nu niet weten? Dat vind ik... Kunt je nu niet weten wie dat de laatste persoon was? Omdat dat heel lang geleden niet is. Moet ik drinken dan, omdat ik het niet weet? Ja. Ik denk dat het wel is eigenlijk, ja. Ik denk dat ze het wel weten. Weet dat toch? Ah, wel, dat vind ik dus ook. Je weet dat toch? Ja. En geen lijstje? Nee. Zeg. Dat vind ik zo mes. Zo'n rol zo. Waarom? Zo'n bergament kon niet zo kunnen uitschudden. Dat is wel een naam. Dat was, dat is nog wel van de voorbije dagen. Shit. Ja. Drinken en dan gaan we iemand laten inbellen. Oh. De laatste persoon waar ik mee heb geslapen. Surprise. Hij wist het wel nog. Ja. Het is vuur. Nee, dat is gewoon water. Was water, dat is chance. Oké, top. Dus we gaan nu een beller laten inkomen. Weer al een skeef hoofdje. Hij gaat zijn camera dragen. Of niet? Hallo, ik ben de vriend van Rachel. Je staat een beetje scheef. Zit je op je gsm?
Ja. Kunnen die draaien? Ja, je moet de gsm draaien, denk ik. Ja! Ah. Je moest horizontaal blijven. Ah ja, maar dan moest je scherm zo je ding kunnen uitzetten. Hè? Zo, je weet wel hoe ja, ja, ja. Het is oké. Okay. Ik snap niet dat het allemaal werkt. Als je dit maar snapt, is het oké. Okay. Dus welkom. Je maakt de kans om de JBL Live Free oortjes te winnen. Ik weet niet wat je de voorbije dagen al misschien hebt gekeken. Stel ze dat, kijk maar even. Wat kramp aan mijn naam? Het is de bedoeling, we gaan nu een muziekslinger laten horen van 30 seconden. En jij moet proberen zoveel mogelijk artiesten juist te raden. Als er twee artiesten zijn, is één artiest ook goed. Ja? Ja. En zometeen komen er nog twee andere mensen ook in de uitzending. En daartegen strijd jij dan. Goed? Ja. Oké, okay, dan gaan wij nu die dingen laten horen. Hè. Succes! Ik heb proeven die parmesan. Merci. Om daar rond te lopen. Ik vind het wel cute dat iedereen hier ook zo zit. Ja. Adorable. Is het gelukt? Ik heb zelfs die jongen nog niet eens zijn naam gevraagd. Hoe noemde jij eigenlijk? Sydney. Hoe? Wie? Sydney. Sydney. Oké, okay, sorry. Ik ben wel te zeg ik in Australië? Ja. Sydney. Zeg het eens, wie heb je herkend? Justin Bieber. Ja, dat is juist. Dat liedje van Friends. En wie, ja, wie zingt dat? Dat weet ik niet. Ah. En die Ayana Kurama of iets? Ja. Ayana Kamura, maar oké, okay, dat is goed, dat is goed. Ja. En dat was het. Moho. Moho. Het is toch niet mogelijk? Je moet ja. Hem helpen, hè. We geven altijd één tipje. Het was alsof hij vroeger een bles had. Ja, amai, ik had ook een bles. Maar hij heeft Justin Bieber gezegd. Hij heeft okay, ja. IJsros. Die blonde. IJsros. IJsros. Ah, en ja. Hij heeft gezegd. Tom Dice. Nee, nee. Ik weet het. Maar hij velle gitaar. Een Rossen. Alleen een Rossen. Een Rossen met een gitaar. Er is echt zo één superbekende Rossen. Waarom blijft hij een beetje op George Ezra? Sheeran. Ja, het Sheeran. Ja, goed zo. Voilà, oké, Cindy, dan gaan we het houden bij drie antwoorden voor u. Hoe vond je het? Moeilijk? Ja. Vond je het moeilijk? Goed. Vond je het moeilijk? Goed. Oké, okay, goed. Wilt je nog iets zeggen? Nee. Nee? Oké, okay, de groetjes aan de familie. Volg nog mee om te zien dat je toch die oortjes hebt gewonnen. Want het kan zijn dat de volgende mensen het ook niet zo goed doen. Allee, niet dat jij het slecht hebt gedaan of zo. Het is niet erg. Ik bedoel het niet slecht. Ja, het is echt niet... ik ben gewoon een beetje... Ja, sorry. Oké, okay, goed. Blijf maar volgen. En ja, kijk. Nog even plezier en merci om mee te doen. Doei. Dat vlees. Doei. Doei. Hij was wel... Succes. Oh. Echt zo. Doei. Sorry, Sydney. Ik verstond ook zo zijn naam niet. Dat was echt super. Het is ook even stil. Dat is zo. Wie ben jij? Sydney, dat is ook Dapney of zo. Dus ik was wel helemaal ja, in de war. Ja, ik was helemaal Dapney. In de war. Oké. Okay. Maar met Dapney. Zoals ik in het begin van de Winterlife al zei, hebben we nog een extra gast. En dat is de enige echte B-girl Mad Max. En we gaan nu eventjes kijken naar een filmpje van de Red Bull BC One. Oh, nice. Ja, Parma. Dat is lekker. Wat? Ik ook, ja. Wat nice, hè? Dino Red! Nice. I'm glad she didn't stop around. Nice transition, yes. Solid. Five. Vet. Mag ik zien? Op de zetel zijn ze
zijn ze alleszins al onder een indruk. Ja. Ja. Jamie is klaar voor lessen te nemen. Ja, hey. We hebben nog een gesprekje gehad voordat je hebt meegedaan aan die, ja, die finale, die wereldfinale van de Red Bull BC One. En je bent dan uiteindelijk tweede geworden. Ze is tweede geworden, jongens, op die wereldfinale. Tweede? Wereldfinale. Ja. En ze was ook de eerste Belgische die ooit naar daar werd gestuurd. Dus ze heeft dat echt supergoed gedaan. Nog eens een dikke... Waart je zelf trots? Ja, ik was wel... Want je had hoge standaarden gezet voor jezelf. Ja, ik wou echt winnen, maar op dat moment was gewoon surviving. Was echt gewoon het ding. Omdat op dat podium was echt zo van, oh my god. Dat leek ook op een televisieshow, dus dat was echt helemaal anders. Dus, ja, je had net hier ook al even gezegd, het was echt wenen en overgeven tegelijk. Maar dat ging dan niet. Want, ja. Niet de beste combo, but it is what it is. Heb je lang moeten trainen om te staan waar je nu staat? Ja, toch wel. Allee, dus je hebt gewoon je jaren ervaring en dan heb je gewoon zo... een bepaalde voorbereiding en ik had ongeveer 3 maanden, 2 maanden. Dus dat was ook even nadenken met wie wil ik werken, wat wil ik bereiken, hoe ga ik dat doen. Dus dat was echt zo, op een gegeven moment zo minimum 5 uur per dag trainen na 8 uur per dag trainen. Dus dat was echt zo, op een gegeven moment was ik zo ook bij het topsportcentrum van Gent en dan staan we op, hadden gaan lopen, dan eten, hadden trainen, eten en dan hadden trainen. Dus ja. Nu is het even zo van, even niets. Zet je nu niks aan het doen? Nee, maar echt dat niets. Ik ben dik aan het worden, man. Dik? Meid, stop. Zeg dat niet. Dus 8 uur trainen ongeveer tijdens die zwaarste periode. Is dat een fulltime job echt voor u? Of studeert je nog? Werkt je nog hiernaast? Wel, nu onlangs heb ik contact gekregen met Sport Vlaanderen. Oh. En dat werkt ook samen met Danssport Vlaanderen. Dus ja, dat is mega dope. Omdat, gewoon, omdat ik de eerste Belgische danser ben die ooit op contract staat bij Sport Vlaanderen. Dus word ik nu erkend als atlete. Dus atlete van hoog niveau. Dus dat is mega nice voor mij. Dat is gewoon zo uit. Okay. Ja, inderdaad. En hoe is het dan eigenlijk allemaal begonnen, dat breakdansen? In het station van Brugge, als ik zo mensen daar zag, dan dacht ik van oké, ik wil wel leren dansen, maar ik was mega slecht in dansen zelf. En dan ben ik beginnen breaken en dat ging gewoon super vlot. En dat is ook gewoon als je hard werkt, dan lukt het ook gewoon. Mm-hmm. Je moet gewoon gemotiveerd zijn. Dat En dat zei jij wel echt, hè? Je hebt echt, want ik weet dat we met ons vorige gesprek dat je wel echt ook super hard naar eigen geloof. Het is echt mooi om te zien dat je dat zo hard hebt. Ja. Wat zijn de doelen voor 2021? Want je zei ook toen dat je nog eens terug gaat. Yes, dat je yes. Is dat dit jaar al? Of is dat... Dus ja, 2021. Dus dan is het in Polen. En dat is best wel rare. Want het was een e-battle, die heb ik dan gewonnen. En door die e-battle, dus een online battle, door die online battle te winnen, heb ik mijn spot zo verdiend in de World Final 2021. Mm-hmm, dus, okay. Dus dat is de grote goal om het daar nog beter te doen dan? Yes. Okay, inderdaad. Dat komt zeker goed. En is er zo'n bepaalde leeftijd tot wanneer dat je eigenlijk kunt dit doen? Want in elke sporter wordt natuurlijk ouder en ze zien... Ja, depends natuurlijk. Allee, hangt af van je blessures en zo, maar je kunt natuurlijk wel blijven doorgaan tot 35, 36. Dus dat is eigenlijk allemaal geen probleem. Als je dat echt serieus neemt en je zorgt goed voor je lichaam, dan... Allee, er zijn echt zo'n mega goede b-girls en b-boys in de wereld die super... Allee, ouder zijn dan mij, zo super oud. Ja. 35, 36, bijna 40. Dus ja, die zijn nog altijd op high level. Dus dat is wel mega chic om te zien. Dus jij bent nog niet uitgedanst ook? Nee, zeker niet. Nee, oké. Okay. Kijk, voilà. We hebben het hier nu over gebabbeld, maar we willen het ook wel zien, real life. Ze heeft iets voorbereid, zou ik zo zeggen. Maxime, begeef je maar naar de vloer achter u. The floor is yours. Dat is al iets voor Jamie. Heel goed gedaan. We zijn hier ook allemaal kei trots op je dat je die tweede plek hebt kunnen halen. Dus echt kei goed gedaan. Voilà, we gaan afscheid van u nemen in deze winterlife. Maar we hebben wel nog een cadeautje voor u, aangezien dat toch allemaal super kerst is. Dus je moet dat nu eventjes open doen. Oké, let's go. Bedankt. Zo'n mega leuke verpakking en al. Ja, we hebben echt ons best gedaan om toch wel echt mooi in te pakken. Ik ben mega slecht in pakketjes inpakken en unwrappen. En ik ben niet wat je dat vinden. Damn, hoe heb je dat ingepakt? Amai, oef.
Het is ook papier dat blijkbaar niet scheurt. Dat ze niet mee wipt. Is het echt? Wow. Voilà. No way! Vorige keer, toen ik met u heb gepraat, had ik wel roos haar. Maar toen dachten we, oké, dat is eigenlijk niet echt tagmac genoemd. Dus bij deze heb je nu knalrode kleuren. Yo, ik ga dat vanavond doen. Ik ga foto doorsturen. Maar echt, hè? Ja, ik meen het. Ik ga dat vanavond doen. Dat is toch te dope? Damn. Rood, let's go. Dat is vorige keer was het knalrood. Maar dat was echt niet de bedoeling, hè? Ah nee, ja, je hebt dat toen gezegd. Maar ja, komt voor jullie, hè? Oké, voilà. Dikke merci om erbij te zijn en dat te doen eigenlijk voor merci ons. Merci aan jullie, het was tof. Geen probleem. En als jullie nu nog alles willen inbellen in onze uitzending om die JBL Live Free oortjes te winnen, dan kan dat gewoon via de site van tagmac.news/winterlife. We hebben over laatst ook Student Confessions uitgebracht, waarbij verschillende online persoonlijkheden gênante studentenverhalen naspeelden en uitbootsen. Twee van die geniale acteurs zitten hier en dat waren Jamie Lee en Nicolas Skyers. En we gaan nu eventjes kijken naar een kort fragmentje daarvan. Maar ik kreeg nog een laatste opdracht. We zaten nu in de club. Er zaten heel wat mensen aan het dansen waren. Ik moest van mijn maat een stage diven. Dus kom ik op het podium, Abby. Oh, was dat nog zo? Ja. Oh, op het podium kreeg ik dan iets doen, maar nee, een stage diven. Ik sta op de bank. Die lust. Ik sta op de bank. Wat is zo zet het podium? Sorry, oké, okay, ja. Ik sprong op het publiek, maar iedereen ging opzij. En ik viel recht op een stuk glas. Ah! Ah! Ik schreeuwde van de pijn. Ah! Ah! Gelukkig kwam er maar één ambulancier en geen drie. Nu had ik gehoord van iemand in de club dat zo'n ambulance enorm veel geld zou kosten. Dus toen ze aankwamen en de man die op de brancard wilde leggen, weerde ik boos. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Oh my god, we're going to the club, they can't come out now. Listen to me. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. I'm dancing like a stripper, we're going to the club. Ik vond dat echt een gouden clipje. Toen ik die aflevering op stream had gezien, ik ging stuk. Maar echt niet normaal. Hoe vond je dat om dat te doen, die student confessions? God, wij wisten eigenlijk niet echt wat we gingen doen. We hadden ongeveer een idee van het concept. Dat zie je wel niet. Die weten waar jullie aan toe zijn. Ja, nee, want eigenlijk is alles... Je luistert ook zo goed. Het is echt makkelijk. Maar ik verstaar West-Vlaams in, dus ik denk dan maar wat ik denk dat ik hoor. Nee, is niet waar. Nee, ja, het was allemaal improvisatie, dus het verhaal wordt voorgelezen. Ja. En dan moet je maar spelen. Maar ze zeggen altijd, ja, eigen interpretatie. Wel, dat was dat mijn eigen interpretatie. Ik lees er echt soms gewoon voor niemand, hè. Die luistert niet, die doet zijn eigen ding. En maar, ik luister wel. Ja, als ik u terug heb, pak wel. Nou, voilà. Waren dit de eerste beelden dat jullie er zelf van hebben gezien? Had je al iets gezien op streams van Student Confessions? Ik heb het al volledig gezien op streams. Ik heb het ook gezien. Wat vond je? Soms redelijk confronterend. Ja, van dat wat ik zelf allemaal heb uitgestoken. Ik vond dat je dat wel heel sterk hebt dingen gedaan en dan wetende zo tegen de mensen van productie van oké, maar deze moeten we eruit halen, want dat is wat te veel. Dat moeten we eruit halen. En zeker dat stuk ook eruit halen, want anders vind ik het echt niet oké. Het eerste wat ik zie zijn die stukken. Ach ja, kijk. Dat maakt het wel echt goed. Ik vond ik heb dat me geamuseerd. Echt... Ja, dat ziet je wel. Dat iedereen zich wel serieus geamuseerd. Flo, jij bent ook wel het facebeest, als we dat mogen zeggen. Soms. Toch een figuur. Okay, ja. Heb jij zo geen gênant studentenverhaal voor ons? Ik heb er ook moeten sharen, ook al had ik er geen. Ik moet er één kiezen. Oei. Het spectaculairste. Ik heb er zoveel in je hoofd. Ja, ik vind het altijd moeilijk om erop te komen. Ja, ik vind het ook. Maar praat nog even, ik zal wel een beetje komen. Ik ga ook een keer denken. Maar heb jij niet zo... Ja, want jij het ook een vrije, hè? Nee. Ah, jong. Maar zo'n fraaie... Ik heb 3 weken met Jamie geleefd in de zomer van 2019. En... Dat is echt een ravage. Je hebt die wel overleefd, de zomer. Maar hij heeft ze niet meegetrokken. Maar ik ga altijd vrij vroeg naar huis. En zij kwam dan zo achter. En ik moest dan zo soms om 5 uur op recht sturen, alles oké. Okay. En zij zo, ja, onderweg. Of zo om 7 uur binnenstrompelen. Oh. Jamie ging altijd in Lorette in de zee. Om 7 uur. Ik werd om 7 uur in de zee? Ik werd een keer gevonden door Sophie. Ik was echt nok. Door wie Sophie? Nee, wie was dat weer dat er mij gevonden? Seaman. Ah, wat? Ja, was er hem niet dat mij gevonden? En hij was echt alleen in de zee.
zo aan het aanspoelen. Maar, nee, maar ze dacht, ja, heel klassiek, als ze gedronken had, ja, dan dacht ze van, ik ga zeemermin spelen in de zee. Ja, echt raar. En je had soms ook dus alleen, maar oh, je moest maar eens dieper zijn gezakt of zo. Ze is al heel diep gezakt in mijn leven. Dus uiteindelijk... Zolang mijn borsten maar niet zaten, vind ik het goed. Jij zo volledig in die borsten boven blijven staan. Hey, ja, helpt dat om te drijven? Ja, hadden die boven water uw tetten? Maar dat weet ik toch niet. Maar nee! Ik denk niet dat mijn borsten dat toch lucht in heel mijn gewicht kan dragen. Ik weet dat niet, hè. Ik denk dat dat niet de bedoeling is dat daar lucht in zit, ja, eigenlijk. Ja, dat zo. En een boog liggen in het water. Maar daar ligt toch, zit toch geen lucht in? Dat mag toch totaal niet de bedoeling dat er in die siliconen lucht siliconen? Zit? Siliconen, nee, ja. Maar als kind dacht je dat wel, hè? Ja. Ik als jongen dacht als kind... Gesteld, dat ik zo, zeker ah, we gaan de borsten op pompen met een pompen en prikken en poem. Als kind dacht je dat wel af en toe is. Ze doen dat ook zo van die cartoons toch altijd. Dat of zo. En dan zo. Dan die spierde plots. Ja. Spierde borsten. Oké, top. We gaan nog iemand laten inbellen voor de oortjes te winnen. De tv moest ik daar staan. Oh, nog een sausjeske. Nog een sausjeske. Hallo. Hey, wat is jouw naam en hoe gaat het? Anaïs, ja, goed. Goed. Bij ons ook goed. Lief dat je het vraagt. Sorry, ik zie dat je al een pen in je hand hebt, Anaïs. Ik vind dat eigenlijk heel slim. Want de vorige persoon die in de vorige aflevering alles had opgeschreven, die had gewonnen. Dus dat is wel heel slim. Anaïs, principe is, je krijgt de muziekslinger te horen en jij moet proberen zoveel mogelijk artiesten te herkennen. Als er twee zijn, dan is eentje genoeg. Goed? Ja. Kei veel succes. Dank je. Someone wants to win, you know. Go down, need so sound to slow down. Ik denk nu ook. Een cocktailtje aan het maken. Ja, dat mag, tuurlijk. We zijn, je bent de eerste. Jullie zijn de eerste gasten. Jullie zijn de eerste gasten die dat zo lekker vinden, dus we zijn blij. Ik vind het bijna lekker. Ook wel een keer proeven. Anaïs, ik heb u niet zoveel zien schrijven. Is het gelukt? Ik heb het daar gezet al voor u. Ja, zet daar u los. Het was moeilijk. Hoeveel heb je er kunnen herkennen? Even die. Het is. Ja, maar moet ik. Zeg maar. Jonas Blue. Ja, denk ik. Ja, Jonas Blue. Ik denk Grease. Grease. Nee. Dimitri Vegas en Like Mike. Jawel, jawel, jawel. Die zijn ertussen. En Rihanna. Stop, is genoeg geweest. Rihanna zit er ook tussen, inderdaad. Dus je hebt er drie. Is er iemand van de gasten die nog een tip wilt geven? Flo is ready, denk ik. Oh. Jij? Die Neersen, heeft ze die Neersen gezegd? Ah, nee. Ik heb er nog eentje. Ja, ik heb ook nog een eentje. Allereerst Jackson Klein. De? De? Five. En Michael Jackson zat erin. Ah, de Jackson 5. Ja, ja, ik heb nog eentje. Maar dat is dan wel eerlijk, hè? Nog één tip. Dat ja, maar het is wel, het is een hele moeilijke. Als je het weet... Ah ja. Er is een film gemaakt van de twee mannen. Men in Black. En een van die twee mannen van de film Men in Black is de zanger van Welcome to Miami. En hij speelt in The Fresh Prince of Bel-Air. The Fresh Prince of Bel-Air. Zijn de zoon noemt Jaden. Dat was een hele... Ja, Jaden is zijn zoon. Ah! Hallo? Blijft ze steken of zegt ze niks? Ah nee, ze zegt gewoon niks. Nee, kom het niet. Dat is niet erg, Anaïs. Ik wil wel halen. Vier punten. Dus dat is wel al eentje meer dan daarnet. Ja. Dus momenteel staat je aan de leiding voor die oortjes te winnen. Maar we gaan zo nog één keer iemand bellen. Anaïs, dikke merci om mee te doen. Wil je nog iets zeggen? Wat lief? Dikke merci om mee te doen. Dat was het. Dat was het. Daag.
Nee, wou je nog iets zeggen? Nee, niet echt. Maar niemand wil ze nooit iets zeggen van... Ja, dat is jammer, hè. Maar ze heeft wat lief gezegd. Dat is ook wel... De beste voornemens dan, ja. Ja, okay, goed. De beste wensen, de beste wensen. Anaïs, blijf zeker kijken. Het nieuwjaar zal ik... Ah, voilà. Dat is schoon. Dat is veel te vroeg. Anaïs, merci om mee te doen. En blijf zeker kijken om te checken wat je hebt gewonnen. Goed, bye-bye. Ja. Ja. Voilà, en als er nu mensen aan het kijken zijn die denken, wow, ik wil ook echt die JBL Live Free earbuds winnen, dat kan met de link die hier bovenaan staat, dat is segmec.nieuws/winterlife. En dan gaan wij hier verder met onze drankorgels. Ja, wel, ik gaf toch een tip. Kwel wel helpen. Dat was echt niet duidelijk. Nee, dat was echt niet duidelijk. Van Will Smith? Ja, Will Smith, hè. Ik zei, kwel wel helpen. Maar ja, als je al niet weet dat Jaden de zoon is en dan allemaal die andere tips, Fresh Prince of Bel-Air. Ja, amai, ik vond je eerste tip wel echt moeilijk. Oh nee, ik vond die wel goed. Jaden, mijn duidelijk. Welcome to Miami. Ik zei dat ik leef op een andere wereld, hè. Voilà. Zit terug op het niet. Jongens, we gaan terug de shotroulette erbij halen. No. We gaan dat nog eens opnieuw doen. Gaan jullie vragen geven, stellingen eigenlijk. Mm-hmm. En jullie moeten zeggen, als je het fout hebt, dan moet jij drinken. Als je het juist hebt, mocht je uitdelen. Dat is leuker, hè? Oh nee, dat is meteen azijn. Ja, dat is meteen azijn. Ik heb al zo'n thermaagje. Ja, ze maken al kort. Ik heb al zo'n thermaagje. Wat? Oké, de eerste is voor jullie allemaal. Hoeveel seks hebben Vlaamse mannen en vrouwen gemiddeld per week? Degene die er het dichtst bij zit, mag een shotje uitdelen. We zullen beginnen met Jamie. Jamie, wat denk jij? Vijf keer per week. Ja, dat probeer je toch. Ik zou 7 op 7 proberen, maar ja. Ga je dat 24 op 7 proberen? Ja, dus wat denk jij? Zij moet eerst. Ik moet eerst. Dan kan ik zo boven of eronder. Ik zeg... Oh, ik heb te hoog gedaan, hè. 2,1. Wow. Je kunt toch niet zo... Ik zeg 1,8. Dat kan ook. Het is 1,2. Godverdomme. Jamie 5, de gemiddelde Vlaming, 1,2. Ja. Dus wow. Dat is duidelijk niet uw gemiddelde, Jamie. Per week? Maar ja, hoe lang zit je dan al samen? Gaat dat bij u ook achteruit gaan? Maar iedereen heeft gewoon een andere libido. Of... Maar ja, is dat ook niet een beetje zo begin poepen, ja, een dag? Of twee keer en op een duur is niet zo... Niet per se. Je moet daar ook tijd voor hebben, hè, ja? Met een dag te poepen. Daar maak ik toch tijd voor. Nicolas, jij wacht het dichtste bij, dus je moet een shotje uitdelen. Iemand, nee, je moet gewoon zeggen wie dat er moet drinken, want iedereen moet in zijn eigen bordje blijven, natuurlijk. Ja, dus ik mag niet kiezen wie dat er welk... Ik mag niet een keer gaan ruiken en dan weten wat ze dat zijn. En nu mogen drinken. Oké, okay, ja. Drink dan allebei maar, hè. Ah, ga dan alle twee eentje geven. Ah ja, dat is toch best? Fuck, dat is smeren. Dat is het eerlijkste, hè. Wel nu. Ik vind dat niet leuk. Kijk, dat is niet... Oh boy, ik raak het al. Is het water? Of azijn. Maar je doet expres azijn. Zijn jij met reiniging bezig? Ja, van het... Maar die bekjes zijn altijd goed. En Arnaud, van de broer van Rob, die was ook echt... Die was helemaal niet goed. Van, oei, wat ik heb gelachen, als dus de mijn precies... neus. Je moet dat niet snuiven, hè. Jamie! Azijn. Ik ruik aan die azijn. Heb je dat niet eens? Ik ruik aan die en dit water. Echt niet. Het is azijn. Oei, dat is corona. Ah, voilà. Als je het niet goed riekt. Heb... Maar heb je hem als... Ze proeven het wel, dus nee, dat is goed. Nee, spoon. Dat is niet echt. Oké, okay, kijk hoe. Fuck. Jamie, de volgende vraag is voor u. Wat is de populairste seksuele fantasie? Oeh. Vijf keer per week seks hebben? Is dat niet zo op het vliegtuig? Nee, het is een trio. Dat is wat de mensen toch wel iets precies willen proberen. Kon ik Jamie, dan mocht je nog eentje drinken. Allee! Is dat en ook... nu echt slikken, hè? Is dat ook jullie fantasie? Ik ben geen slikker. Zet je geen slikker, Jamie? Maar ja, weet je, het moet niet meer uit. Nee, want... Maar ja, drink gewoon. Like een kat zo. Water. Is dat ook jullie fantasie, trio's? Dat mag, hè, maar dat is niet zo... Heb je dat nog niet gedaan? Nee. Een andere. Jij wel? Misschien. Misschien. Met Sabine. Met Sabine. Jamie is trigger. Jamie. Sabine en Luc. Met wie dan? Het ging heel graag vooruit. Met wie? Dat is... Maar geen namen, daar gaan we het er niet over hebben, maar ja. Maar met... geen namen, nee, maar... Met mensen? Exact. Gelukkig niet. Met mijn kat. Met mijn kat, Shani. En mijn... Nee. Ja, met mensen, ja. Moet ik dan niet zeggen met wie? Zeker niet. Maar ja. Is het al gebeurd? Dat is ook waar, ja. Dat weten we niet. Ja. Er zijn hier mensen aan het kijken die misschien onder de 12 jaar zijn. Oké, dat is waar. En dan? Nicolas, ja, het is wel Tech Mac, dus dat moet kunnen. Nicolas,
Tijdens een ejaculatie worden snelheden gehaald van hoeveel kilometer per uur? Tip, het is sneller dan Usain Bolt. Dit is een spuit. Ah, ik heb nog weten hoeveel dat een varken spuit. Dat heb ik nog geweten. Ik wil niet weten hoeveel dat een varken spuit. Met die Vlaamse boerin-ding. Tik het toch. Wat? Je weet wel dat het een koeien spuit, nee? Nee, ik weet hoeveel dat een varken spuit. Als je met je hand in je gat zit. Wat? Weet hoeveel dat een varken spuit, zo, hoeveel liter? Het is een snelheid. De snelheid van... Sorry, ik kan niet halen. Ah, ik moet als eerste. Nee, het is echt voor u. Ah, echt voor mij. 190 kilometer per uur. Wow, nee, nee, nee. Ja, maar... Stel je voor. Dan... Die vliegt dat vliegt dus achteruit. Sorry, ik heb verkeerd. Usain Bolt, dat is een mens, juist. Ik was aan een Tesla aan het denken. Ik zou zeggen, ja, toch wel 62 per uur. Het is 45. Ah ja. Dan moeten mensen daarop reageren. Ja. Ja. Je hebt een date en je wilt met die persoon iets doen en dan zeggen hé, ik sport 40 km per uur. Wat gaat die mens dan zeggen? Wilt hij nog meegaan? Ja. Ik zou niet meer mee. Probeer het, kind. We mogen nog eens een shotje drinken. Ah, ik dacht dat je iets anders ging vragen. Nee. We gaan dat nu testen. Stel je voor. Ja. Hij mag tegen die plakkaat spuiten. Het is water. Ah, je bent echt trutten. Sst, zeg. Wat doe je nu? Het is water. Het is water. Goed. Flo, de laatste is voor u. Men zegt dat er elke dag 100 miljoen koppels seks hebben. Dat zou betekenen dat er nu 65.000 mensen bezig zijn. Lucky people. Ja of nee? Hela. ja? Ja, het is juist. Hey. Je mocht uitdelen dan. Nicolas mag drinken. Ik mag drinken? Ja, je mag drinken. Blijf eraf. Nee. Oh, jij weet te hard welke dat water zijn. Het is water. Maar jij weet dat. Dat lijkt zo, dat je dat echt zo... Ik weet heel veel. Dat is lekker wat dat een binnenrood glas is van hem. Zo... Cute. Geen probleem, hè? Ja, ja. Oké, okay, super. Ik vind dat je dat wel goed hebt gedaan, eigenlijk. Ja, hè. Ja. Applaus voor onszelf. Oei, ja, maar Flo, die was aan het missen. Ze zei zo, ja, meer dan dat wil ik het niet geven. Dan heb ik nog een kerstbaluitdaging voor Flo en Jamie. Ah, ze mogen het met twee doen. Ja. Jij mocht alleen. Ah. Sad. Wat was er weer van jou? Aan die TikTokkers nog. Yeah. Ze zeggen dat alle mensen die op televisie komen een beetje kunnen zingen. Tijd om dat te testen. Laat het nu het toeval zijn dat we hier twee tv-sterren in ons midden hebben. Flo en Jamie Lee. We hebben ook de GBL Partybox 310 karaoke set. Dus tijd voor een karaoke momentje. Yes. Had ik het niet kunnen raden. Ja, heel hard lachen. Ja, waarom niet? Het is echt wel een banger van formaat. Nee. Dus ik ga het zijn op voorhand. Ik ben de nieuwe Celine Dion. Het is maar dat je het weet, maar... Celine Dion! Het liedje is All I Want For Christmas Is You. Oh, ja, dat is heel origineel. Is you! Ik kan dat schijten jullie micro meer aan? Ik denk... Test. 1, 2, 3. Ja. Oh. Ja, bij Flo ja. Ook, oké. Okay. En het is karaoke, dus... Ik wil alle handjes in de lucht zien. Iedereen thuis. Oh. Ja, nu hè. Ik wil niet. Ik ben Nicolas, jij mag ook meedoen als je wil. Nee, ik ben niet backup vocal. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about... Dat heeft echt een rol. Underneath the Christmas tree, I just want you for Christmas. Moet zingen! Jamie, zingen! More than you! No. Make my wish come true. Oh, die stream gaat kapot! Oh, dat is zin. Christmas. Allee, Flo! Christmas. Dat is aan jou! En aan! Zing je wat? Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever. My wish come true. All I want for Christmas
Frans. Ik lig. Wie zegt dat zelfs? Dat mensen die op tv komen kunnen zien. Sorry, maar Jamie, je hebt het wel, met alle respect voor, je hebt het wel echt geneeld. Ik vond wel dat zij juist zong. Maar Jamie, jij doet toch graag karaoke? We hebben ooit eens een live performance mogen zien van Jamie en Lorette als de nieuwe Lil Kleine. Ik heb een Lil Kleine. Dat was dat was niet normaal. Jammer dat we die beelden... Oh, joh, maar dat was echt intens. Maar die praat ook gewoon, hè. Dat is toch rap? Maar dat toch... was moeilijk, hè. Ja. Kent dat geen oude meer. Kunt je dat nog eens doen? Als een hele kleine jongen. Nee. Allee. Ik moet nog mijn draadjes gaan uithalen. Ja, dat is waar. Dat is wel een excuus voor alles. Ja. Is het pakje steeds? Nee, we gaan nog eerst één iemand laten inbellen en dan is het gedaan. Zeg, was ze wel niet gekomen eigenlijk? Ja. Maar ik hoop dat hij echt meer dan 4 heeft. Hey! Hallo. She's Hallo. Cute. Ja. Hey. Hallo. Hoe noem jij? Ik ben Sarah. Hey Sarah. Dag Sarah. Hallo. Hoe gaat het? Goed, dankjewel. Met jullie ook? Oh my god, je is een dorpel. Ik hoop dat ze wint. Sarah, mij ook aan ons alles keigoed. Weet je... Oh, ik heb een boer gelaten. Ah, oh, ik ben schoot. Ik zo, heb ik gedaan? Nee, dat was even zo... Nee, ik sorry, heb excuses voor de micro... Sarah, het is de bedoeling dat jij nu gewoon zoals dat net de andere ook een slinger krijgt van 30 seconden en gewoon zoveel mogelijk artiesten probeert te raden. Ja? Ja. Gaat dat lukken? Een slinger van 30 seconden? Ik hoop het. 30 meter? Deze is een muziekslinger. Ja. Oh my god, dat is zo'n goed liedje. Ik vind dat zo'n goed lied. Zij is ook aan het schrijven. Jamie, joh. Je bent echt aan het spacen. Zij is zo... Allee, jongen. Rude boy. Dat is zo goed, hè? Ja, van de kermis. Sarah, is het gelukt? Een beetje. Oei, oh, ik heb al stress. Ja, ik... Oei, ik smet er al mijn dingen zo in de mar. Zeg maar, wat heb je geraden? Young Felix. Ja, dat is juist. De jeugd van tegenwoordig. Die is ook juist. Snoop Dogg. Uh-huh. Rihanna. Ja. Ja. Oh, ik moet er nog eentje nemen. Zullen ze dat goed zijn? Misschien moet Jamie het nog eens zingen. Huh? Wacht. Het is ja, maar als ze zij gaat zingen, dan is het helemaal niet meer weten. Hoort hij eigenlijk onze micro of niet? Ze hoort ons ja, wat. Het hapert een beetje, ja, maar ik kan een tip geven. Doe. Dezelfde artiest die een van de eerste nummers had, heeft ook Taki Taki. Nee, het is de producer ervan. Nee, doen we niet. Top for Revolution. Ja, of Turn Down for What? Is ook van hem. Oh, ik weet het niet. Heeft iets te maken met een slang. Ja, met een slang. Ik heb nog een tip anders, voor iemand anders. Hij draagt slang in het Engels. Een bontjas. Ah, DJ Snake. Ja. Yes. Oh, Macklemore. Slang in het Engels. Ja, dat was juist. Yes. Dat was DJ Snake, was juist. Is dan het meeste? Ja. Vijf. Sarah, dan heb je geluk. Dan heeft de tip van Nicolas u eigenlijk deze oortjes bezorgd. Dus proficiat. Kijk, goed. Je hebt dat goed gedaan. En dan gaan wij u hierna contacteren. Of jij ons. We zullen dat wel even doen. Ik weet het niet van mij. Jij moet ons een brief sturen. Stuur zeker even ook een DM. Dat we weten dat jij dat gewoon hebt. Maar kijk, dikke proficiat. En merci om mee te doen. Goed? Dankjewel. Oké, proficiat. Proficiat, hè? Goed gedaan. Dank je. Oh, ik vind ze cute. Ja. Dus voilà, voor vandaag zijn onze oortjes al uitgedeeld, maar je kunt nog altijd op de site tagmag.nieuws deze JBL Partybox winnen en die Microsoft Surface Laptop Go. En dan zijn we nu wel aan het einde gekomen. En Jamie, dan mocht je wel je pakje open doen. Hebben we pakjes?
van jong geweest. Het... Ja, uw naam. Oh, we hadden dat echt niet moeten doen. Ja, nu is het eventjes. Corona. Ja, corona. Oh, sorry. Oh, jongens, toch. Nee, Jamie, dat van is aan iedereen vergeet dat, vergeet dat, denk ik. Ik denk dat iedereen dat vergeet dat soms. Ja, 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 tuurlijk. Oh, daar ligt echt een cadeau. Het is toch mooi ingepakt. We zullen het stuk per stuk doen. Het is niet zwaar, het is goedkoop. Het is voelbaar. Het is niet zwaar, het is goedkoop, zegt hij. It's trash. We zijn er heel veel ja, geld ja, moeten we eerst raden. Ah, doe maar op, hallo. We moeten allemaal hetzelfde. Nee, je hebt een gaan slipje. We niet raden op gevoel? Voor mij is het voel dat zo een Solero. Ken je dat, zo'n bus Solero's? Die bolletjes ijs? Dat is kei lekker. Dat gaat wel gesmolten. Dus. Met... Doe ik een rol, ik wil het weten van jou. Ik wil het ook weten van jou. Ja. Ja, gaan we het voor elkaar moeten doen? Ja, ja. Ja, ja. Nee, corona. Nee, nee, niks mag hier. Ik wil mijn strek open doen, maar de strek is eraan geplakt. Het kan al niks met seks te maken hebben. Oh voilà, my Nicolas, god. Jij net hebt... wel. Sta niet meer voor een cadeau. Jij hebt een toiletzak gekregen voor je reizen naar Djerba, voor de All-ins. Met Sabine. Oh, met een N. Van. De deel die ik nu effectief al een half jaar zelf gebruik ook. Oh, echt? Ik heb die net nog opgespoten. Die ex, maar effectief. Maar je bent gewoon bij je thuis gedaan. En condooms. Er is ingebroken, maar met toch. En condooms. En plakkertjes. En nee. Plakkers voor als mijn piebel beschadigd is. Exact. Maar als condoom scheurt. Voor als jij scheurt. Ja, dat helpt. Ja, ik weet niet. Was het er van jou of van jou is dat open? Ja, ik vind het niet open doen. Ik vind het wel gênant. Kijk, allee, het is een nieuw slaapsetje voor u. Oh, dat is van Carmen Waterslagers. Het is beter dan de kampioenenuitzending. Nee. Dat is voor Jamie, haar borst is heeft pijn. Je mag niet zo grappig uit de buurt. Zie je dat mee? Oh my god. Dat moet eraan eigenlijk. Een nieuwe BH matchend met het slaapkleedje van Flo. Dus jullie kunnen nu samen maar, ja, alles doen. Ik weet wel niet dat mijn borsten zo rood zijn, maar het zal misschien wel lukken. Dat gaat lukken, man. Ja, jong. Welke maat zat erin? Het is push-up. Maar dat is goed dat, u... Ja, kijk! Zie! Waar zie ik? Welke maat zat erin? Maar ik weet het niet. Die deel is leeg. Het is echt niet van niet. Ah, het zakje is voor Djerba. Amai. Ze steken er een lege deelfles in voor de goedkoop. Als je wilt, hoog je mijn ah, maar ja, het zakje van N met heel veel glitters. Heb je het etiketje? Het is weer typisch, hè. Tag mij, ik ben homo, dus ik krijg glitters. Heb je oké? Okay? Dat is discriminatie. Hé, hey, er werken hier genoeg homo's op Tag mij. Dat gebruikt ook, denk ik. Dat is, hey, mannen, jullie zijn de eerste mensen die hier komen zagen over die cadeaus. Hey, zeg niet. Want ik werk al 5 jaar hier bij Tagmac en kreeg een jury-chatje van ik ben zo blij met dit. Nee. Dit is van de zeeman. Nee, toch. Ik heb ei van mijn pijn. Dat is van Hans Zaplast, trut. Hij spikt op mijn gezicht. Duracell. Durex en Hans Zaplast. Sponsored by Hans Zaplast. Mijn nieuwe influence carrière, Hans Zaplast. Weg van die patatten eindelijk dan. Dat is voor je mond dicht te plakken. Simon, kom maar. Ik ben echt aan het huilen. Zijn, zo. Gaan we niet wisselen? Oh my god. Nee. Ja. Moet je hem? Het gaat toch, Jamie? Maar ja, vind het echt leuk gedaan. Voorbij gaan we aan. Vind het tof. Oh man. Ik ben hier even niet goed van. Het is niet meer. Ordinair, man. Nee, dat is long je been. Ah. Dat is het chique woord voor zeeman. Het merk is ordinair. Ga zo naar mijn dokter en naar mijn chirurg. Nee. Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Fashion statement. Oh ja. Zo, ja. Ja. Jongens, dikke merci om erbij te zijn. Jamie, Nicolas en Flo. Voilà, dan zit het hier op voor jullie. Woensdag hebben we onze allerlaatste winterlife hier. En dan zijn het gasten zoals Ender Scholdens, Maximilian Verheijen, Jung Mavo en Dina Ayada. Het wordt zeker weer even grappig als nu, alhoewel dat misschien niet te overtreffen van dit. Dikke merci om te kijken en tot woensdag. Bye bye. Koop Hans Zaplast.